Q&A van It's Ultrax en... Hallo, Joost. Gewoon in de camera kijken. Gewoon Joost. We gaan de Q&A vandaag doen. Dat is opgenomen in de Efteling. We zitten hier in het restaurant en we gaan de Q&A doen. Ik heb allemaal verschillende vragen. Ik had jullie gevraagd om allemaal een vraag achter te laten in de comments voor de Q&A. En jullie hebben best wel gereageerd. Met een aantal leuke vragen. En die gaan we nu dus beantwoorden. De eerste vraag, er staat eigenlijk niet bij van wie de vragen allemaal zijn. Dus we beantwoorden ze gewoon allebei, beantwoorden we de vragen. Zowel Joost als ik. Nou, de eerste is van Nicola van Bemmel. En die vraagt, wat is je leeftijd, geboortedatum en omarm jij de koude temperaturen? Hou jij van de winter of heb je liever de zomer? Vragen genoeg? Nou, Nicola, dat zijn heel veel vragen. Dus we gaan ze bestellen. Ik ben vandaag 42 jaar geworden. Dus mijn geboortedatum is dus 12/12/1975. En heb je liever de winter of de zomer? Nou, ik ben liever een zomermens. Ik hou niet zo van winter. Ik ben meer eigenlijk een zomermens. Dus ik hoop dat dat je vraag beantwoordt. Nu Joost, dezelfde vraag. Wat is jouw leeftijd, je geboortedatum? Mijn leeftijd is 31. Geboortedatum? 20 juni 1986. En ik heb liever de zomer dan de winter. Ook een zomermens. Ja. In de zomer. Daarom. Ja, ik in de winter, maar... Ja. Nou, Nicola, bedankt voor je vragen. En je vroeg nog van, zijn de vragen genoeg? Nou, dat zijn wel heel erg veel vragen. Dan gaan we naar de volgende. Dat is Alinda Hollander. En die vraagt wat ik het leukste vind van de Efteling. Nou, het leukste van wat ik van de Efteling vind... Dat is toch wel een klein beetje het carnavalfestival. Dat vind ik wel ontzettend leuk. En ik vind ook Symbolica heel erg leuk. En de Droomvlucht. Dat zijn eigenlijk mijn topattracties. Wat zijn jouw top? Wat vind jij het leukste in de Efteling? De Droomvlucht. De Vliegende Hollander. En de Baron. De Baron, oké. Dan hebben we de volgende vraag en die is van Sijpepesten. En die vraagt, wat vind jij het leukste om te doen? Nou, het leukste wat ik vind om te doen, dat is eigenlijk video's maken en dan thuiskomen, computer aanzetten en dan alles achter elkaar monteren met leuke geluidjes ertussen. Dan heb ik echt een topdag, dat vind ik echt ontzettend leuk. En gamen, dat vind ik ontzettend gaaf om te doen. Wat vind jij het leukste om te doen? Ja, gamen. GTA, natuurlijk. Absoluut GTA. GTA is het leukste spel. Mafia en nog een paar andere. En natuurlijk video's maken. Ja, video's, video editen, dat vinden wij gewoon ontzettend leuk om te doen. Ja. Dan gaan we naar de volgende en dat is mijn grote vriend Gerandemootje. Gerandemo die vroeg, Marco, wat zijn de toekomstplannen voor 2018? Niet alleen pretparken, maar ook andere dingen die je wil bereiken. Heb je ook nog een doel voor subscribers? Mijn toekomstplannen zijn toch ook wel pretparken, want ik wil een Efteling abonnement gaan nemen. Joost heb hem inmiddels vandaag opgehaald. Kevin, je hebt hem al een paar weken op. Dus dat wil ik zeker weten gaan doen. Ik wil meer Efteling vlogs gaan maken, maar ook in andere pretparken. Maar niet alleen in pretparken, ik wil ook
meer Feyenoord volgers gaan doen. Dus de seizoenskaart van Feyenoord gaat zeker weten niet weg, dat blijft. En ja, dan ga ik gewoon heel veel video's maken als Feyenoord thuis speelt. En dan de wedstrijden bezoeken waar het naartoe gaat. En een leuke vlog van maken. En even kijken hoor, wat andere dingen die je wil bereiken. Heb je ook nog een doel voor subscribers? Ja, ik zou zeggen, mijn doel voor subscribers is om jullie te vermaken met leuke video's, leuke vlogs. En grappige dingen om te filmen en dingen te delen, ja, wat ik eigenlijk beleef. Dus dat zijn eigenlijk mijn toekomstplannen, Geronimo. Wat zijn jouw toekomstplannen voor 2018? Niet alleen pretparken, maar ook andere dingen die je wil bereiken. En heb je nog een doel voor subscribers? Ja, meer video's hier. Ja. Dat wel. Moet je wel wat eerder gaan uploaden? Want dat duurt af en toe nog wel eens 3 jaar. Okay. Nee, meer, hij is een beetje traag met video's online zetten, maar dat komt allemaal wel goed. Ja. Ja, dat is het eigenlijk. Nou, de volgende is van Abnormaal en die zegt, seks zegt hij. Nou, Waar? Ik zie het niet, ik zie het nergens, nee, ik zie het nergens, zie ik het zitten. Niet hier in ieder geval. Ik denk dat je dan bij de verkeerde adres bent, ik denk dat je dan naar een club moet of zo, maar hier in de Efteling, nee. Ik heb al overal gezocht, maar nee, niks. Dan gaan we naar de volgende en dat is Waka Duk. En die zegt, hoeveel abonnees zou je willen hebben in 2018? Dat is echt een moeilijke vraag. Ja, als ik eerlijk ben, gewoon het liefst zoveel mogelijk. Maar ik wil, dat is gewoon niet reëel. Ik zit toch eraan te denken om 200, 300 abonnees voor aankomende jaar, voor 2018. Dat is een heel jaar. En dan wil ik eigenlijk wel 100 à 200 abonnees omhoog gaan. Maar het is aan jullie is dat de vraag. En ik kan niet, hoe heet dat? Ik kan niet mensen dwingen om abonnee op mij te worden. Dus, maar het liefst 200 à 300 eigenlijk dit jaar. En jij? Nou, ik zou wel blij zijn met 100. Ja, hij wil wel graag 100, maar dat is al bijna bereikt. Hij zit op de helft, hij zit ongeveer op 55, zit je nou 56, 57 abonnees? Nou, dat weet ik niet, maar ik zal het wel onder in de dingen zitten, want dan add ik het wel bij. Dat was het woord. Ik hoop dat ik je vraag beantwoord heb. En ook Geronimootje. Dan gaan we naar Crazy Football NL Free Kicks. Die vraagt 2 vragen. De eerste vraag is, wat is je lievelingseten? Nou, mijn lievelingseten is patat met een frikandel. En Chinees vind ik wel ontzettend lekker. Chinees eten. Dat is lekker babi pangman met lumpiaatjes. En, dat vind ik, vind ik wel heel lekker. Okay, en jij? Meestal iets met kip hier wel. Dat is ook lekker. Oh, dat vind ik trouwens ook lekker. Kipvleugeltjes. Dat vind ik helemaal gek. Dat kan me midden in de nacht van wakker maken. Niet doen. Nee, als ik het zeg, dan gaan ze dadelijk ineens binnen. In de achterlijke. Ja, gaan ze me wakker maken. Nou, als de kip vlees hebben. En spermers. Nou, en Crazy Football NL Free Kicks had ook nog een andere vraag. En dat is, op welke plek eindigt Feyenoord dit jaar, denk je? Ik denk 4e, denk ik. Ik denk dat we dit jaar 4e eindigen. Kampioen worden we natuurlijk niet meer, want we hebben al een hele hoop punten gespeeld. Maar ik denk dat we 4e worden dit jaar. Oké, dan zeg ik 3. Joost zegt 3. Dus waar was dat? We zullen het zien. Nou, in ieder geval, dit was de Q&A. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mij en abonneer op gewoon Joost. Link staat in de beschrijving. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is.
En dan kon ik alleen nog maar zeggen, doedels, vreselijk, je doet het ergste van je opnieuw. En tot de volgende video. Later. Later.